Het oefencomplex in Oostakker rond middernacht. Een 150-tal supporters wacht de spelersbus op en steekt Bengaals vuurwerk aan als het zover is. Hun Buffalo's hebben zo pas Europees voetbal gehaald. Een opluchting na dit seizoen. Het was niet makkelijk, maar ik denk dat we het ook niet gestolen hebben. Ik denk dat we de eerste helft de beste kansen gehad hebben. Dat Jonas het altijd moet afmaken in plaats van een penalty te zoeken. En in de tweede helft ja, hadden zij, dan zijn ze goed uit de kleedkamer gekomen, beter dan ons. Maar hebben wel heel goed geprikt en komen 0-1 voor, 0-2 voor. Dan komt die penalty en voor de rest is er dan nog één kans geweest, denk ik. Ja, waar Asina niet te veel moeite mee had, maar we hebben heel weinig weggegeven ook. Dus ja, dat is de verdienste van de jongens. Ik heb hen dat ook gezegd na de wedstrijd. Als we niet gewonnen hadden, dan ja, zouden we wel denk ik, een week nodig gehad hebben om deze wedstrijd te vergeten en de knop om te draaien. Dus nu is iedereen tevreden en zijn we blij dat we die wedstrijd gewonnen hebben. Dus ik denk het wel. Ik denk dat het absoluut goed is voor de moraal om deze wedstrijd te winnen. Ja, daarvoor ben ik gekomen. Natuurlijk, als je Europees speelt, kom je ook weer in aanmerking voor de nationale team. En dat was ook een grote doelstelling voor mij. En ik ben blij dat we nog iets, dat we, ik denk, de supporters wel blij hebben gemaakt. En ik denk dat iedereen trots is binnen de club om de vijfde plaats te halen. De zege en de kwalificatie zijn een meevaller voor de club. Jammer genoeg waren er direct na de wedstrijd wat schermutselingen op het veld, waar er volgens AA Gent racistische woorden zouden gevallen zijn. Als absoluut, voor mij toch, absoluut racistisch, waardoor ik ook de vierde scheidsrechter daarop attent maken. Ik denk dat er heel veel inspanningen zijn om het racisme uit voetbal te weren. En als er dan iemand zegt die op 3-4 meter daar vandaan staat, die leiding moet geven aan de wedstrijd en zegt dat hij het niet gehoord heeft, dan is dat triestig, zeg maar.